het is om precies 14:29 werd ik gebeld door de allerliefste waarnemers van de Bild. Ja. En daar was op dat moment precies de 30 graden bereikt. En dus mogen we nu officieel spreken van de eerste hittegolf van deze zomer van 97. Jan, het is een plechtig moment. Heel plechtig. Absoluut. En de laatste was 29 juli tot 3 augustus 1995. Dus een vrij kortdurende hittegolf toen. En deze, we moeten dus terug gaan rekenen naar de 5 zomerse dagen die al geweest zijn. Betekent dat we eigenlijk nu al een wat langere hittegolfperiode hebben dan in 1995. Dat is toch opmerkelijk, want het was een hele warme zomer. Ja. De top 3 van deze eeuw. Deze zomer tot nu toe natuurlijk aan de wisselvallige. En ook toch wel aan de warme kant. Maar het geeft al aan dat augustus op dit moment behoorlijk toeslaat wat de hitte betreft. De derde tropische dag is een feit. Nou, het is dus de officiële hittegolf. Het is echt geweldig, Jan. Ik zit hier ook nog wel allemaal wat informatie te verzamelen over de hittegolven uit het verleden. Je hebt er ook al wat over verteld. Ik zal er ook nog een beetje op terugkomen dit uur. Ja. Zeg, ik spreek je zo meteen om 14:45 weer. Ja, ben benieuwd hoe ver we dan zitten. Ja, dan gaan we eens kijken naar de tussenstanden van de andere stations. Want er zijn er al die dicht bij de 32 zitten, dus het gaat heel snel. Man, het is niet normaal, zeg. Het lijkt wel zomer, joh. Ja, precies. Oké. 1965. Tot over 3 kwartier, hè? Oké. Okay. Dag. Doei. 3 uur. Zonnig en erg warm, ongeveer 30 graden. Vooral morgen is het drukkend. Jan van der Putten met het NOS Radio Nieuws.